We hebben een houten achtbaan en we zullen wel zien natuurlijk. Aangezien het in Willems 1 zit, moeten we er een klein beetje rekening mee houden met de knikjes. Maar tot nu toe merk ik nog helemaal niks van knikjes. Mensen, ik ben Jelle, Jelleke en hartelijk welkom bij aflevering 73 van No Limits 2. Helaas is afgelopen maandag alweer in een dronken belang gekomen, omdat ik in het weekend, of omdat de planning die ik in het weekend had op het laatste moment gewijzigd is. En daardoor heb ik dus zeg maar niet mijn opnames naar planning, zeg maar, zoals ik ze wou kunnen uitvoeren. Maar geen paniek jongens, ik probeer deze week zeker nog te komen. Vorige week is dat niet gelukt, maar deze week probeer ik nog te komen met een aflevering van DC, waarschijnlijk in het weekend dan. Maar goed jongens, we gaan weer beginnen. We hebben weer inzendingen binnengekregen van 3 verschillende personen. Ditmaal zijn dat van Coastertopia hebben we er gekregen. We hebben er weer van Timo gekregen. En ook van Mike. Ik ga gewoon beginnen met die van Coastertopia. Dat is dus de eerste. Ik heb even bij pakken wat die schreef in de mail. Was heel simpel van, ik heb een achtbaan voor je gemaakt. Hou er rekening mee dat je er nummer 1 komt. Dus dat er soms knikjes in zitten die moeilijk te verhelpen zijn. Groetjes Tom, Coastertopia. Ik ben heel benieuwd. Ik heb nog geen achtbaan van jou gehad, denk ik. Dit is dus de eerste achtbaan die ik van hem krijg, denk ik, in de hele serie. Maar ik ken hem. Hij reageert onder mijn video's. Daar ben ik heel zeker van. Hij kijkt mijn video's ook. Ik ben heel benieuwd. Het ziet er in ieder geval wel goed uit. Dus ik ben benieuwd. We hebben een houten achtbaan. En we zullen wel zien natuurlijk. Aangezien het in de Limits 1 zit, moeten we er een klein beetje rekening mee houden met de knikjes. Maar tot nu toe merk ik nog helemaal niks van knikjes. Kan misschien nog komen. Het is in ieder geval tot nu toe toch wel al een redelijke achtbaan. Oh, we gingen hier wel door een boom heen. Maar ja, ik ben er eigenlijk wel op het moment positief over. Ik zie hier niet echt knikjes in zitten. Hij gaat lekker soepel, houdt de speed er goed in. Hij kon misschien iets breder gebouwd worden. Uit elkaar. Grotere bochten, hier had ik misschien wel een knikje in zitten. Maar over het algemeen is dit geen slechte achtbaan, moet ik toch wel eerlijk beoordelen. Ik weet niet hoe het bij jullie zit. Jullie kunnen natuurlijk altijd jullie eigen mening achterlaten. Misschien de mensen die iets meer ervaring ermee hebben. Maar in mijn ogen was het, als dit een eerste achtbaan is, is het een goed begin, zeker weten. Een leuke layout ook wel gemaakt, maar best wel krap op elkaar gebouwd. Misschien voor de volgende keer iets breder in elkaar bouwen, maar zeker geen slecht begin voor in mijn serie te komen. Ik ben er heel blij mee. Dankjewel Tom voor je eerste inzending. En wij gaan gewoon verder naar de volgende coaster. De volgende achtbaan die we hebben gekregen is deze van Mike. Ik ga even ook weer kijken wat hij erbij schreef. Veel simpel. Ik heb 2 achtbanen voor gemaakt voor in de serie. Hopelijk vind je ze leuk. We doen er nu eentje van. En dan nog eentje van Timo. Want van Timo had ik er 4. Van Mike had ik er 2. Dus dacht ik van, ik doe er eentje van ze alle 3. Dan hebben ze toch al alle 3 keer terug gehad. We bewaren die voor Timo uiteraard voor het laatste. Dit is een redelijke creatie van Taron. En hij heeft dan ook nog uit Duiner aan de Falcon meegestuurd. En nog een achtbaan met de naam er eventjes van kwijt. In ieder geval, dit is dus de coaster die Mike meegestuurd heeft. Of één van de 2. En ik denk dat we een launchcoaster krijgen. En hij weet donders goed dat ik daarvan hou. Uiteraard, daar rond dadelijk ook een launchcoaster. Maar dit ziet er echt wel niet slecht uit, moet ik nu zeggen. We worden gelaunched. We gaan ook een heuveltje op. 80 per uur. En gas jongens. 100 per uur halen we met gemak. 101 zelfs. Hij gaat er heel soepel over. Hij ziet er heel mooi uit. Met de rotsen en de rogeffecten toch wel. Dus we gaan heel kort langs de grond af. Misschien de baankleur iets anders kunnen doen om het wat meer te laten matchen met het rotsthema of zoiets. Kon altijd. Maar ja, dit is toch wel een leuke achtbaan. Mike had al eerder achtbaantjes ingestuurd uiteraard. En hij blijft proberen. En dit is zeker weten geen slechte achtbaan weer als eerste inzending. Of ja, ik weet niet hoeveelste achtbaan dat dit al is die hij me gestuurd heeft. Maar hij heeft me er al een aantal gestuurd. Daar ben ik heel zeker van. Maar dit is zeker geen slechte. Maar ik ben heel benieuwd wat Timo weer gemaakt heeft. Aangezien, ja, we kennen Timo's niveau. En als hij dan een recreatie van Taron naar mij stuurt, heb ik ook wel hoge verwachtingen. Ik heb wel door dat deze achtbaan nu een beetje de snelheid eruit aan het halen is. Maar hij komt weer terug en hij blijft verlopen. Alhoewel, ik denk dat dit de laatste bocht is. Dus, in principe, is hij qua speed, vind ik hem heel goed in elkaar gestopt. Zeker weten. Hij zit heel lekker in elkaar. Best wel mooi uit elkaar gebouwd, de grootste van de map gebruikt. Ja, leuke coaster moet ik zeggen. Hij gaat ook constant aan snelheid, er zitten geen remmen tussen. Wat het uiteraard van die mogelijk maakt voor met meerdere treinen te rijden, denk ik. Ik kan maar één treintje op en dat is volgens mij ook het geval.
Alhoewel, ik zou er volgens mij wel meerdere treinen op kunnen rijden, maar er staat maar eentje op. Ik vind het een hele mooie coaster, zeker weten. De teaming kan eventueel qua natuur nog wat meer zijn en wat meer variatie in boompjes en wat achtergronden willen, maar ik moet eigenlijk niet klagen. Het ziet er heel mooi uit. Mooi in elkaar gestoken. Bedankt voor je eerste inzending, maar volgende week komt je tweede achtbaan zeker in de aflevering. Afsluiten doen we dus met deze van Timo de Taron. A somewhat but not totally accurate recreation of Taron. Uit Fantasieland, zonder teaming en support. Uiteraard als je de teaming er helemaal bij moet gooien, ben je lang bezig. Ik moet even snel drinken en we vertrekken al jongens. Heel snel geladen, het is ook echt compleet wit. Dus ik ben heel benieuwd wel even. Ja kijk, dit is wel best logisch dat je zo nog even hebt. Maar ik kan me Taron uiteraard me goed herinneren. Ik ben er pas nog geweest in Fantasieland in de paasvakantie 4 april. Heb ik de laatste keer Taron gedaan, twee keer zelfs. En tuurlijk is het een top 8 baan. Dus we weten allemaal dat hij hier stilstaat. We moeten ons hem zeker maar beinbeelden. Ik heb niet de onride muziek, maar wel de soundtracks op CD. Maar goed, de eerste launch met dus 100 km per uur. De scherpe bochten moeten ons hier dus de rotsen indenken. Het ziet er allemaal raar uit zonder thematisering. Maar in ieder geval, tot nu toe ligt het wel ongeveer een beetje goed. Misschien is de snelheid toch te hard, ik weet het niet. Hallo, ja, ik denk de snelheid ligt goed. De snelheid is denk ik zeker niet zoals het moet zijn. Ik weet nu wel ongeveer waar we zitten. We gingen dus net een stukje langs de wachtrij af en we gaan dus nu de tweede lounge op naar 170 km per uur. We komen hier op dit leuke stukje uit. Dat vind ik wel een heel vet stukje, daar heb ik ook een hele mooie foto van op dat stukje hier. En dan gaan we hier, moet je dus inbeelden dat je langs de mensen afloopt, of langs de mensen afgaat, want dat is heel kort op pad of de brug gebouwd. Dat stukje waar we net over gingen. Hij klopt heel wel redelijk, maar alleen de snelheden zijn volgens mij niet echt zoals het hoort te zijn. Dit misschien ook niet helemaal, maar het stond erbij vermeld. Het is niet helemaal juist, maar toch. Hij klopt gedeeltelijk wel. Dit is misschien ook niet helemaal juist. Maar toch, hij klopt gedeeltelijk. Ik moet zeggen, ik heb hem al afgesloten. Ik kon er nog overheen vliegen. Kunnen we nog altijd doen. Hij klopt gedeeltelijk, zeker weten. Alleen is het raar om te zien zonder supporten van die zaken. Maar hij klopt gedeeltelijk. Dus dankjewel Timo voor je inzending. Volgende week zijn we zeker weer terug met nog een achtbaan van jou. En dan uiteraard, of twee achtbaan van jou zelfs. En dan nog die ene achtbaan van Mike. In ieder geval, dit was aflevering 73 van de Limit. Ik moet zeggen dat het volgens mij een veel korter is dan vorige week. Maar dat maakt niet uit. Het is zeker een kortere aflevering. Het hangt er natuurlijk ook een beetje van af hoe lang de coasters zijn. Volgende week hebben we dus weer nieuwe coasters. Die heb ik allemaal binnen van Timo nog een aantal. En we hebben er nog eentje van Mike staan. Wil jij ook je coaster inzenden? Dat kan dan zeker. Kijk in de beschrijving voor het e-mailadres. Vermeld zeker eventjes je naam, welke coaster je hebt ingezonden. Een klein beetje informatie is natuurlijk ook altijd welkom, dat ik weet wat me wel te wachten staat. En uiteraard niet vergeten de coaster zelf mee te sturen. Want dat gebeurt soms wel. We hebben het al een paar keer gehad dat ze de coaster zelf zijn vergeten mee te sturen. Dus dubbelcheck dat zeker voor je de e-mail verzendt. En dan zal ik hem zeker afhalen voor in de aflevering te stoppen. Ik wens jullie een hele fijne avond. Voor zeker een blauw duimpje mochten doen. En te abonneren voor meer afleveringen van No Limit. En andere video's. En ik zie jullie graag terug bij een volgende video. Later!